Je had je vandaag misschien anders voorgesteld, maar hier ben je nu, op onze spoedafdeling. Geen nood, je bent in goede handen. We vragen je om even te wachten tot we je verder kunnen helpen. Waarom? Omdat we het beste willen voor iedereen. Dat wil zeggen dat we voorrang geven aan wie het snelst onze hulp nodig heeft. Dat heet triage. De triageverpleegkundige gaat na wie eerst aan de beurt moet komen. Hij of zij komt zo snel mogelijk naar je toe en stelt je een aantal vragen om te weten hoe ernstig je klachten zijn. Op basis daarvan krijg je een code die je vertelt wanneer de arts je ongeveer zal onderzoeken. Maar die wachttijd bepalen is geen exacte wetenschap. Op de spoeddienst komen namelijk patiënten binnen met de meest uiteenlopende klachten, soms allemaal tegelijk. Vaak zijn er ook verschillende onderzoeken nodig om precies te achterhalen wat er aan de hand is. Ook dat kost tijd. Alles hangt bovendien af van welke ruimtes en welke helpende handen op dat moment vrij zijn. En dan is er altijd nog de kans dat er iemand binnenkomt die vecht voor zijn leven. Patiënten met de meest dringende klachten worden het snelst geholpen. Dat wil zeggen dat iemand die in grotere problemen zit dan jij, voorrang krijgt. Terwijl jij wacht, zijn wij achter de schermen druk in de weer om iedereen te helpen. Van onze onthaalmedewerkers over artsen tot verpleegkundigen en vrijwilligers. We overleggen voortdurend. Ook met andere diensten in het ziekenhuis, zoals het labo of de dienst medische beeldvorming. Wachten is vervelend, maar heb er vertrouwen in dat je tijdig aan de beurt komt. Je kan bovendien je tijd nuttig besteden. Blijf nuchter, adem eens diep in en uit en lijst alvast je symptomen en eventuele medicatie op. En aarzel niet om ons om hulp te vragen. We staan altijd klaar. Weet dat andere patiënten ook voor jou wachten. Zo redden we samen levens.